We kennen allemaal het gevoel wat stress is. Stress, daar word je moe van, word je geïrriteerd. Misschien krijg je een korter lontje of word je explosiever of emotioneler. Er kan heel veel gebeuren. Maar als het wat te lang duurt, dan veranderen we in een heks, kennen we allemaal. Of we worden nog maar een schim van onszelf. Of de draak ontwaakt en ben je ook echt in vuur en vlam met iedereen die maar jou voor de voeten loopt. En wat hebben we dan geleerd? Omdat je hoogsensitief bent, staat in alle boekjes, moet je voldoende rust nemen om daarvan te herstellen. Alsof slapen, zitten, niks doen altijd het beste is om te ontspannen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Deze video leg je verschillende mogelijkheden om te ontspannen uit. Allereerst moet je natuurlijk weten of je stress hebt door onderprikkeling of overprikkeling. En in eerdere video's heb ik al uitgelegd dat het verschil niet goed te voelen is, want stress is stress, de symptomen zijn precies hetzelfde. Daarna is het belangrijk om te kijken waardoor ontstaat je stress. Is dat vooral omdat je heel veel bezig bent met je hoofd? En dan wordt je hoofd natuurlijk topzwaar en blijft hij niet staan. Of ben je veel te veel bezig geweest samen met andere mensen? Ben je als het ware vervloeid met iedereen? En ben je jezelf wat kwijtgeraakt? Of ben je zintuigelijk overprikkeld of onderprikkeld? En het maakt nogal wat uit om te weten waardoor je zoveel stress hebt gekregen. Want dat bepaalt hoe je moet ontspannen. Ben je heel druk met je hoofd bezig geweest? Dus heb je heel veel gebruik gemaakt van jouw diepgaande informatieverwerking? Veel plannen gemaakt, veel dingen heel inhoudelijk bekeken, allerlei afwegingen gemaakt? Dan is eigenlijk je hoofd overbelast en is je lijf onderbelast. En daar moet je natuurlijk wel wat aan doen. Namelijk, je gaat lekker sporten, bewegen, dat lijf weer wakker maken. Of, wat natuurlijk ook heel vaak wordt gezegd, je gaat mediteren om het hoofd weer tot rust te krijgen. Of een andere mogelijkheid is lekker met je handen bezig te gaan en ga maar lekker klussen of knutselen of dat wat jou aanspreekt. En als je dan te veel samen hebt gedaan, dan is het natuurlijk hartstikke fijn om eventjes helemaal alleen iets te doen, zodat je weer goed bij jezelf komt en weer dingen doet die echt bij jou passen. En dat kan natuurlijk ook zijn dat je even genoeg hebt van mensen en dat het juist heel prettig kan zijn om met de dieren lekker actief te zijn en even juist geen mensen. Of de natuur in, of in ieder geval iets wat je zelf heel erg prettig vindt. En merk je dat je zintuigelijk gewoon heel erg overprikkeld bent geraakt, dan is het natuurlijk fijn om eens na te denken, stel je voor dat het over geluid gaat. Dan kan je natuurlijk je koptelefoon opzetten of iets van eigen muziek maken of een andere muziek opzetten, waardoor je weet van hé, daar kalmeer ik van of daar activeer ik van. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere zintuigen. Ben je visueel overprikkeld, dan is het fijn om naar rustige beelden te kijken. En ben je onderprikkeld omdat je veel te veel in dat saaie kantoor bent geweest, dan is het misschien heel fijn om juist heel veel reuring en beelden op te zoeken. Ik wens je in ieder geval heel veel succes en ik hoop dat hier wat meer aanknopingspunten voor je zijn om de juiste ontspanning te vinden die bij jou past.